We komen amper boven het stuur uit. In Groot-Brittannië hoef je niet te wachten tot je 16,5 bent om je eerste rijles te volgen. Daar mogen kinderen van 11 jaar oud al rijles nemen. Op afgesloten parkeerterreinen, dat wel. Uit onderzoek blijkt dat hoe jonger kinderen leren autorijden, hoe minder ongelukken ze maken. Op een verlaten parkeerterrein in Noord-Londen staat een groepje 11-jarige jongens. Ze moedigen hun vriend aan die voor het eerst achter het stuur zit. Ze hebben een grote mond, maar ze zijn klein van stuk. Ze komen nauwelijks boven het stuur vandaan. Normaal gesproken beginnen Britten op hun 17e met rijles. Why do you think it's a good idea to put you in a car? Because then when we grow up, we won't kill as many people. Het voelt een beetje onwennig om bij een 11-jarige in de auto te stappen, maar volgens onderzoek is dit geheel verantwoord. Is this a good idea? Ja. Ook zijn moeder staat er volledig achter. You know, there's the boy racer culture here, very much so, and a really high percentage have accidents as soon as they pass their test. Uit zowel Brits als Zweeds onderzoek blijkt dat 30% van de jongeren die net hun rijbewijs hebben gehaald in het eerste jaar een ongeluk veroorzaakt. Maar als kinderen al op jonge leeftijd rijles krijgen, daalt dat naar 7,8%. Most of the 11-year-olds are a lot more receptive to the information that they're given, whereas let's say some or the majority of 17-year-olds they seem to already have a preconceived concept of how driving should be. Keep steering and looking all the way down to where the concrete hut is and steering back, so well done, good stuff. De politie heeft sterke bedenkingen. Ze zijn bang dat de jonge tieners door de lessen zichzelf overschatten, waardoor juist ongelukken ontstaan. En het moet gezegd, geen gebrek aan zelfvertrouwen bij de heren hier. I mean, it felt like I've been doing this sort of thing my whole life. It's like changed my driving skills. You didn't have any. No, I did. You're not afraid that in 3 years he'll just grab your car without asking? Oh yeah, terrified. But I think that would happen anyway. Vanessa Lamsvelt, RTL Nieuws, Londen.